Richard Easterling kwam onverwacht op een paradox toen hij wilde onderzoeken in hoeverre economische groei bijdraagt aan geluk of levensvoldoening. In het kort luidt de paradox als volgt. Happiness neemt toe met inkomen wanneer we kijken naar cross-secties van verschillende inkomensniveaus binnen een land. Maar niet wanneer we landen met elkaar vergelijken of wanneer we kijken naar het geluk binnen één land over de tijd. We combineren mijn overzicht van de happiness-economie met een interview met Easterlin door Olaf Storbeck uit 2011.